Welkom bij het entertainmentprogramma Zondag met Lubach. We beginnen met nieuws uit de museumwereld. De Nachtwacht wordt gerestaureerd en het Rijksmuseum vindt dat zelf nogal epic aan de muziek te horen. In juli 2019 begint het Rijksmuseum aan het grootste onderzoeks- en restauratieproject in zijn geschiedenis. De restauratie van de Nachtwacht. Dit onderzoek en deze restauratie vinden plaats voor het oog van de wereld. Hier, in de Nachtwachtzaal, in het Rijksmuseum, maar ook online. Wow, vet toch? Zo vet! Zelfs Frans Banning-Kok heeft zoiets van, say what? Oké, hij kijkt hier een beetje raar, maar we hebben dat filmpje ook wel op een heel ongelukkig moment stilgezet. Dat is ook... die meneer trouwens, dat was Taco Dibbits. Directeur van het Rijksmuseum. Taco Dibbits. Klinkt een beetje als een eigen merk chips van de Aldi. Taco Dibbits. Moet je een beetje mee uitkijken ook. Als je zijn naam uit hebt, zit je al op 760 calorieën. Dat is ook... Dibbits die legt uit wat er precies mis is met het meesterwerk van Rembrandt. En we hebben gezien dat er in de oppervlakte van het schilderij veranderingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld, het hondje is wat wittig uitgeslagen. Oh, ja. Nee, ja, misschien een goed moment om daar eindelijk een keer eerlijk voor uit te komen. Maar dat hondje, dat heb ik er een keer opgetekend. Ja. Sorry, ja. Ik was 15, we waren daar met school en ik verveelde me. En ik heb het nog proberen uit te gummen, dus ik weet niet of je die witte waas nog wegkrijgt. En het is trouwens ook geen hondje, maar het is Splinter van de Ninja Turtles. Maar oké, okay, ja. Oké, man. Misschien is het ook voor jouw tijd, Nacho Cheetos. Of hoe heet je? Taco Dibbits, sorry. Of is hij ouder dan ik? Wat? Een oude Dibbits? Nou ja, oké. Wat een gedoe allemaal. Ik zeg, gewoon wegflikkeren dat schilderij. Scheelt miljoenen toeristen per jaar. En dan kun je die prachtige letters gewoon laten staan. Vond je dit geen leuk filmpje? Klik dan hier. Vond je het wel leuk? Abonneer je dan de moeder. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.